Welkom bij The Genius. Een spel dat het brein tot in iedere verborgen cel uitdaagt. 8 spelers zijn nog over en willen van geen wijken weten. Zij zien vandaag een nieuwe uitdaging tegemoet in het domein van The Creator. Iedere aflevering test deze Game Wizard de spelers met zijn strategische spellen. De Main Match en het eliminatiespel, de Death Match. Wie blijft hier het langst overeind en kroont zich uiteindelijk tot The Genius? In de vorige aflevering ontstonden er 3 allianties die elkaar bestreden in de Main Match Outnumbered. Fabian won en Nizar offerde zich op voor de dames in zijn alliantie. Luister, één van ons moet gaan bloeden. Klaar. Dat liep dramatisch af. Het geplande uitdagen van Laspos Rick ging niet door. Nee, die had zich onschendbaar gespeeld met een Ring of Life. Maar dan word jij het, Thomas. Slechte keus. Thomas veegde Nizar van de tafel in de deathmatch on track. En zo was het Nizar die het spel moest verlaten. Wat gaat er vandaag gebeuren? Wie raakt er verstrikt en wie handhaaft zich in het strategische web van The Genius? Ik geloof dat Nizar mij graag eruit wilde hebben en nu is hij weg en ben ik hier. Ja, maar Nizar had echt op jou gemunt dat hij zichzelf heeft opgeofferd. En er was nog niet eens een kans dat je eruit ging, want je kon niet eens geëlimineerd worden. Ja, misschien wil je mij ook helemaal niet uitdagen, want misschien speel ik je dan ook al weg. Ik had gisteren toch een beetje het gevoel dat mensen me er graag uit wilden hebben. Dus vandaag had ik wel het gevoel van ik moet echt weer zo'n ring hebben eigenlijk. En dit spelletje moet ik niet gaan verpesten. Ik ben opgelucht dat ik vandaag weer bij ben. Ik ben vorige aflevering een risico genomen. En het heeft niet goed uitgepakt. Ik kwam in de eliminatieronde terecht. Maar ik weet wel dat ik dit keer ook in de main game meer mijn eigen spel ga spelen. Het voelt wel meteen echt kleiner met z'n achter, vind je niet? Ja, ja. Het is nog steeds veel. Het is klein genoeg. Nee, dat is strijkbaar. Oh. Met zijn 8 zijn ze nog. Overgeleverd aan The Creator. Op welke main match laat hij vandaag hun hersens kraken? En? Zijn jullie scherp? We beginnen nu aan de main match. Vertrouw je diegene die naast je staat? Misschien doe je dat beter niet. De main match is Catch Me If You Can. 5 van jullie belanden in de grote stad. 3 van jullie worden inwoners van de kleine stad. Van de totaal 8 bewoners is er 1 een dief. Wie dat is, is alleen bekend bij de dief. Alle stadsbewoners beginnen het spel met 10 goudstaven. De dief heeft geen goud. Het spel bestaat uit 8 rondes. Een ronde is een etmaal en bestaat steeds uit een dag gevolgd door een nacht. Voordat het nacht is, wordt er in elke ronde in beide steden iemand gekozen die verbannen wordt. Als de dief verbannen is tijdens de nacht, wordt er in de steden niet gestolen en gaat er geen goudstaaf af bij de inwoners. Als de dief 's nachts wel in de stad is, verliezen de inwoners in die stad allemaal 1 goudstaaf. In de ochtend gaan de 2 verbannen spelers naar de andere stad. Na iedere 2 rondes wordt het aantal goudstaven per speler onthuld. Daarbij worden geen namen vermeld. Na de nacht van ronde 8, als de verbannen spelers terugkeren in een stad, eindigt het spel. De winnende stad is de stad die de dief op dat moment niet herbergt. De speler daar met het meeste goud wint het spel. De inwoner van de verliezende stad die het minste goud heeft, wordt de eliminatiekandidaat. Okay. Maar zit de dief dan standaard in de grote stad? Nee. Dus die kan ook in de kleine stad worden en die kan ook naar de kleine stad. Nou, maar ja, hoe moet je dan weten wie de dief is en wie of niet 4, de dief is? Want als je zegt, ik heb pas wel wat ideeën, maar misschien moeten die niet met z'n allen gaan delen, want dan hebben we allemaal dezelfde strategie. Spelers, trek nu een bal om te bepalen in welke stad je begint. De spelers die een blauwe bal hebben getrokken, beginnen in de grote stad, de garage. De spelers met de rode bal beginnen in de kleine stad, de container. Yes.
was eigenlijk best wel blij dat ik naar de kleine stad ging. We kunnen daar misschien een klein soort plannetje smeden om heel veel munten te houden, ervan uitgaan dat de dief niet bij ons zit. Pak allemaal een telefoon. Jullie worden zo gebeld. En dan krijg je te horen of je wel of niet de dief bent. Met Thomas. Hallo? Jij bent de dief. Hallo? Jij bent de dief. Oké, bedankt. Oké, dankjewel. Yo, met mij. Jij bent de dief. Heel interessant, dankjewel. Het spel begint. Ga allemaal naar je eigen stad. Ja. Ben jij groot? Ja. Mag jij als kleintje naar de grote stad? Ja, hallo zeg. Zo speel je Catch Me If You Can. Iedere ronde wordt er een speler verbannen uit de stad. 'S Nachts wordt er gestolen in de stad waar de dief is. Na ronde 8 wint de stad waar de dief niet is. De spelers daar winnen 3 G-coins. Ben je de inwoner met het meeste goud, dan krijg je de Ring of Life. De speler met het minste goud in de stad met de dief is de verliezer. De dief wordt medewinnaar en krijgt een Ring of Life en 3 G-coins als hij of zij het meeste goud heeft van iedereen. Heeft de dief dat niet, dan wordt hij of zij medeverliezer. Ik heb een plannetje, daar wil ik voornamelijk Thomas bij betrekken. Maar ik denk dat als jij erbij bent, maar niet te veel tegen het andere groepje zegt, dat we er heel van hebben. Oké. Spelers, de 10 minuten gaan nu in. Nou, ik vertrouw jou iets meer. Oké. Mijn plannetje was, als we nou gewoon de eerste 2 beurten iemand anders wegsturen, dan weten wij 100% zeker van elkaar dat we niet de dief zijn als we na 2 beurten nog allebei 10 munten hebben. Als de dief bij ons is geweest, dat zijn maar een paar mensen, hebben we 9 munten. Als een van ons 2 de dief is, hebben we 8 munten. Dat geeft ons superveel informatie in de eerste 2 beurten. Rick's strategie. Stuur speler A weg. Als na 2 ronden speler B 2 goudstaven mist, dan is duidelijk dat speler C de dief is. Als er niet gestolen wordt, dan is de conclusie dat ze beide niet de dief zijn. In de grote stad valt Roxanne maar gewoon met de deur in huis. Ik denk dat jij het bent. Ik ben het. 100% overtuigd, ja. Waarom? Omdat toen je opnam, je zo serieus bleef kijken. Hallo? Jij bent de dief. Oké, nou ja, ik weet niet. Ja. Maar dat is ik begrijp gevoel. Het. Roxanne kan wel zeggen dat ik het ben en heel overtuigend naar mij wijzen. Maar wie zegt dat zij het niet is? Ik wou ook weg en dan naar de andere kant, omdat ik het bijna zeker weet. En dan komen jullie er vanzelf achter. Of ben jij het? Ja. Wil jij graag weg of zou je graag willen blijven in de kleine kamer? Maar mijn jaar, jullie mogen mij wegsturen. Ik heb sowieso het idee dat ik door Rick een beetje verbannen al ben. Rick is een hele fanatieke persoon, zo zal ik hem omschrijven. Hij maakt slimme beslissingen voor zichzelf, alleen hij brengt het gewoon heel erg verkeerd over. Fabian, wat denk jij? Ik zit nog even heel erg alle opties in mijn hoofd door te nemen. Mm-hmm. Maar hoe gek het ook klinkt, als de dief bij ons zit, is het denk ik alleen maar in het voordeel om de dief niet weg te sturen. Jawel. Nee. Dan is het duidelijker aan de munten te zien, ja. Inderdaad, waar het is gestolen. Je moet aan het einde zorgen dat je niet bij de dief zit. In het begin is het minder erg. Het einde van de eerste dag nadert. Er zullen spelers hun stad moeten verlaten. Spelers, kies nu wie uit de stad verbannen wordt. Wat gaan we doen? Je moet even op een van ons 2 stemmen. Ik stem mezelf weg. Ja, als jij weg wil, dan stem ik ook op jou. Okay. Oh, wacht. Wie gaat verbannen worden? Ik offer me op. Ja, ga maar. Ja? Ja, we willen natuurlijk allemaal wel weg. Ja. Fabian en Feride treffen elkaar in niemandsland. Verplaatst hierdoor de dief zich? Als de dief de nacht in niemandsland doorbrengt, wordt er in de steden natuurlijk geen goud gestolen. Het is een manier voor de spelers om te weten te komen waar de dief uithangt. Na 2 rondes, dus na iedere 2e nacht, komen de spelers te weten hoeveel er gestolen is.
Het is de kunst zelf te bepalen welke namen er bij de poppetjes horen. Ja. Hey, dief. Nou ja. Waarom ben je weggestuurd? Rick natuurlijk. Rick heeft jou weggestuurd? Nee, Rick heeft me niet weggestuurd. Maar Rick had weer een hele bepaalde strategie bedacht om met Thomas samen te gaan werken. Om iets te gaan bedenken, om de beste strategie te bepalen. Stel hè, wij blijven hier nou zitten, ook de volgende ronde. We sturen geen die komt weg. Ja. En stel, we hebben na die tweede ronde allebei 10 punten. Ja. Dan weten we van elkaar, we zijn geen dief. Maar als wij weten dat wij niet de dief van elkaar zijn, als we dat van elkaar weten. Ja. Wat voor een voordeel hebben we er dan aan om naar de grote stad te gaan? Helemaal niks. Dan kunnen we eigenlijk gewoon hier blijven zitten. Alleen moeten we de dief alsnog steeds wel vinden. Want als de dief de laatste ronde naar ons toe komt, dan verliezen wij samen. En jij hebt meer G-coins en dan word ik geëlimineerd. Maar laten we eerst gewoon 2 beurten blijven zitten. Kijken of we allebei 10 punten hebben. De nacht is om. We starten nu de volgende ronde. Ja. Succes. Ja, succes. Nee. Hoi. Hallo. Hey. Hallo, dames. Zo, dat is een girl club. We hebben nieuws voor je. Nou, vertel. Ga je weer terug? Ja, jij moet zo weer weg. Ga ik weer weg? Ja. We willen graag weten wat we hier in de Kuip hebben. En daardoor moeten we jou weer wegsturen. Dus ik ben de pingpongbal vandaag. In de grote stad zetten ze in op dezelfde tactiek die Rick al voorstelde in de kleine stad. Verban één van je inwoners en stuur nieuwkomers gelijk weer terug om na 2 rondes te zien of er binnen je bevolking een dief rondloopt die je goud steelt. Net als je het over me hebt. Hey! Hey. Hallo. Hey. Oh, ze vonden jou zo verdacht. Nee, nee, nee. Waarom is hij dan weggestemd? Ik heb mezelf aangeboden, omdat ik denk dat de dief in de grote stad zit. Dus als we die daar houden, dan weten wij bij de ochtend van de derde dat wij dat niet zijn. Thomas, Rick en ik kunnen fluitend de finale halen als wij willen en als we samenwerken. Fluitend. Alleen we moeten zo dadelijk iemand gaan wegsturen en dat wordt dan een probleempje. Ja, wij gaan jou wegsturen in principe. Maar dan weten jullie het zeker? Dan weten wij het zeker. Ja, maar wat heb ik daaraan? Ik wil graag met jullie samenwerken. Ik wil gewoon eerst even meer info. Ik wil gewoon even de tweede beurt voorbij hebben. Dat gevoel heb ik ook. Okay. En het gaat er niet om dat ik niet wil samenwerken. Okay. Fabian vertrouw ik, maar ik weet niet in hoeverre ik hem kan gaan helpen. En dat vind ik ergens lastig. Want hij is wel mijn buddy. In de grote stad stelt Roxanne nieuwkomer Feride de dief voor. Het is Anna. Ja, Anna is... De dief? Ja, de dief. Ik heb niet zoveel te zeggen hiertegen, maar... Ik zat alleen maar te denken, ik moet weg van hier, want deze mensen verdenken mij. Misschien kan ik die anderen overtuigen van iets anders. Ik offer mijzelf op, want ik vertrouw jullie niet. Offer je op om wat te doen? Om naar niemands land te gaan. Nee. Nee, want dat gebeurt dus niet. Nee. Zo niet. Nou, dat hebben wij. Dat gebeurt dus niet. De meerderheid bepaalt. Nee, jij blijft nog even hier. De verbannen spelers moeten nu naar niemands land. Oké. De dief zit daar. Weet je zeker? Ja, dat weet ik zeker. Wie is het? Anna Maya of Rox? Ja, want zij was zo bazig. Zou Roxanne de dief zijn? Dan heeft ze heel veel baat bij de strategie die ze nu voorstelt. Stel dat de dief toegeeft dat diegene de dief is, dan laten we de dief zo lang mogelijk met ons zitten, alle punten pakken en de laatste ronde naar de andere kant gaan. Want dan hebben wij gewonnen en heeft de dief gewonnen. Dus als je het zelf bent, dan speel je het ook wel lekker. Ik ga wel een beetje mee met hoe het nu gaat en dan neem ik gewoon een risico. De nacht is om. Maak je klaar voor de volgende ronde. Ik wist het. Hey. Spelers, let op. Dit is de situatie na 2 rondes. Er is gestolen, dat is duidelijk. De 2 bannelingen Fabian en Feride kunnen dat niet op hun geweten hebben, want zij zijn 's nachts nooit in de stad geweest. Van 3 spelers is er 2 nachten gestolen. Ze missen daardoor ieder 2 goudstaven. Dat kan alleen in de grote stad gebeurd zijn. En bij wie is dat goud gebleven? De dief begon op 0 en heeft er 6 goudstaven bij. Speler G is dus de dief. De dief zit hier.
Dus dat is iemand hier. Die twee rondes in dezelfde... Ja, de dief zit hier. Ik ga dan wel weg en dan ik zie wel... Roxanne, ik snap dat jij weg wil, maar ik vind het ook een beetje verdacht eigenlijk. Je neemt heel erg de leiding en die nam je vroeger niet, maar... Prima. Even denken. Nou, de dief zit hier, dus één van deze vier is dief. Ik ben hem niet. Ja. Maar dat is nu spannend, want nu is daar dus paniek. Want nu weten ze, oké, er is een dief onder ons. Ja. Ja, die moet weg. Want als zij inderdaad diezelfde strategie hadden, dan weten ze nu van, oh, nou wordt het spannend. Ik denk dus dat Annemaja of het is Roxanne. Rick wil wel eens polshoogte nemen daar in de grote stad. En persoonlijk de dief ontmaskeren. Wat zullen we doen? Stem met mij weg. En dan de volgende ronde. Eén van jullie twee blijft hier zitten en de ander gaat weg. Ik denk dat het goed is als jij even gaat proeven daar. Ja, oké. In de grote stad wordt Annemaja onder druk gezet. Maar jij ontkent niet dat jij de dief bent. Nee, wacht. Jij ontkent niet dat ze de dief is. Ja. Ja, ik zeg niks. Ik bedoel, waarom zou je zij überhaupt zeggen wat je bent? Nou, als we je geloven, dan hebben we toch gewoon een superdeal. Dus waarom niet zeggen dat je het bent en blijven tot het eind? Je punt pakken, laatste ronde sturen we je safe. Als je hier blijft, dan zit je goed. Dus wij bieden je eigenlijk aan om te blijven. De verbannen spelers moeten nu naar niemands land. Ja. Jij bent de verbannen. Jij bent verbannen. Sorry. Jammer dat jullie me niet vertrouwen, jongens. Goh. In de garage kunnen ze niet anders dan één van de vier dames wegsturen... om er zo achter te komen of zij de dief is of niet. En zo kijkt boevenspotter Rick Roxanne eens diep in haar ogen. Hoe gaat het bij jullie? Goed. Oké. Ik gok wel dat je al wat munten kwijt bent. Klopt. Waarom is ze jou weggestuurd? Vonden ze je verdacht? Nee. Waarom zouden ze de dief dan bij zich houden? Om lekker veel geld te verliezen. We weten nog niet wie de dief is. De nacht is om. Maak je klaar voor de volgende ronde. Veel succes. Ja, niet te veel stelen, hè? Hey, Roxanne. Heb jij niet idee wie de dief is? Ja. Wat zeg je gewoon? Dat zeg ik niet. Zeg je niet? Nee. Oké. Dan wil je niet delen, die informatie. Nee. In de grote stad krijgt boevenspotter Rick wat informatie. Ja, ik wil echt zeker weten of Roxanne de dief is. Ja, maar dat jullie verdenken haar dus wel. Ik pleit er niet helemaal vrij, nee. Wie denk jij dat de dief is? Ik denk dat de dief nu zojuist voor het eerst heb gezien in niemands land. Ik wil jou weer verbannen. Vind je dat erg? Moet ik weer? Ja, prima. Ja, ik wil je ook verbannen. Dat is niet persoonlijk, dat weet je. In de grote stad staat Fabian op de nominatielijst om weggestuurd te worden. Niet logisch wat betreft Rick. Fabian kan onmogelijk de dief zijn. Dat heeft de eerste uitslag immers al lang bewezen. Wil je niet dan juist weer een mogelijke dief eruit hebben? Anders dan is die dief echt al jullie munten aan het pakken. Ja, maar als je ik vind persoonlijk Noeska bijvoorbeeld vrij weinig zeggen. Dat zou ik doen als dief zijn. Gewoon lekker zitten en munten pakken. Heerlijk op een bankje. Ja. Nee, ik vind dat jullie heel relaxed zitten. Oh, we kijken wel rustig wie de dief is, terwijl de dief al het geld onder je vandaan trekt. Wil je niet nog een keer een mogelijke dief wegsturen? Eén van deze drie, hè? Ik weet niet. Beslis nu wie van jullie verbannen wordt. Spijt me, Rick. We hebben de beslissing eigenlijk al gemaakt. Ja. Mag ik? Ik kan weg? Ja, jij kan weg. Ik kan gaan. Doeg. Er zijn zo weer twee rondes voorbij. In de grote stad zijn ze razend benieuwd naar het resultaat van Roxanne's verbanning op de goudstand. Als Roxanne de dief is en ze komt na twee nachten terug, dan zal er straks bij iedereen in de grote stad geen goudstaaf gestolen zijn. Zijn de inwoners twee goudstaven kwijt, dan is een van de drie dames die de stad niet verlaten heeft de dief. We gaan nu starten met de volgende ronde. Hey, Fabian. Hola. Goedemorgen. Nog even een tussenstand. Ah, kijk. De dief ging naar de tweede ronde van 0 naar 6. En nu van 6 naar 12. De dief heeft dus weer twee nachten in de grote stad gezeten. Dat was dus twee keer drie goudstaven in de knip. De dief heeft sowieso al gewonnen, toch? Nee, want de dief kan nog in de verliezende stad terechtkomen, toch? Nee, de stad waar de dief is verliest. De dief heeft alleen maar één taak, meeste goudstaaf hebben. En wij kunnen niet meer goudstaaf krijgen want dan 10. Automatisch waar de dief terecht komt, die stad dus, verliest. Dus de dief heeft sowieso gewonnen. De dief heeft gewonnen. Wat heeft de dief dan slim gedaan? De dief heeft al gewonnen. Is het Annemaja? Hallo.
Nushka? Nelke? Roxanne? Hallo? Jij bent niet de dief. Oké. Nee, want Roxanne was 2 nachten de grote stad uit. En in die 2 nachten hield de dief nog steeds huis in de grote stad. Nou, dan zijn er nog 3 mogelijkheden over. Anna Maya probeert in ieder geval een slaatje te slaan uit haar verdenking door Roxanne G-coins af te troggelen. Als ik 3 coins krijg, dat ik zal zeggen dat ik ben en dat ik mee zal werken. Nu ze met 12 goudstaven zeker een van de winnaars wordt, kan ze eindelijk de last van de verdenking naast zich neerleggen. Ja, Roxanne heeft echt een 6e zintuig of iets dergelijks. Want meteen wezen ze mij aan. En ik dacht, hè, hoe komt ze hier nou bij? En hoe verdedig ik mij ooit? Wie stuurt u weg? Ik stem Fabian. Ja, ik stem dan voor jou. Want, want jij hebt meer punten dan ik. Dus het heeft voor mij geen zin om weg te gaan. Ik stem op dit moment ook voor jou. Oké. Ja. Want je hebt in die kamer een voordeel. Ja, dat weet ik niet. Waarom ben ik visser? Nou, ik vind gewoon dat het spel onlogisch gespeeld wordt. Want dit is een tactisch spel. En dan werken mijn hersenen zo dat ik denk, dan moeten we tactisch spelen. En dan kan je dus gewoon niet met tactiek winnen. Arme Fabian. Hij kan zijn tactische skills maar niet kwijt. Wie stemmen we weg? Wat wil jij, Rick? Ik zou zeggen, 1 van deze 3. Je wilt toch uiteindelijk weten wie de dief is, maar dat weten jullie blijkbaar allemaal al. Het is bijna alsof de dief zijn hier al heeft bekendgemaakt of zo. Zou dat zo zijn? Ja. Misschien wel. Misschien is het een heel... Nee, voel me toch in één keer heel kwetsbaar met mijn 9 munten. Ja, misschien is het wel een heel sluw plan. Waar jij niet in betrokken bent. Nee, ik vind het niet leuk als ik niet betrokken ben in de sluwe plan. En dat plannen. Is niet zo fijn. Rick moet weg, klaar. Jij gaat weg. Ja, Rick, ga jij maar gaat weg. Wel weg. Klaar. No discussion. Oké, nou. Ja. Is goed. Rick, bedankt. Bedankt voor je tijd. Veel plezier met de dief, zou ik zeggen. Rick kan terug naar de kleine stad, waar hij ooit dacht afspraken gemaakt te hebben met Thomas en Feride. Fabian gooit olie op het vuur. Waarom ben jij daar in het begin weggestuurd, ronde eerder? Oh, we hadden het idee dat we de dief, de mogelijke dief, Roxanne dan, zouden houden om te kijken of er dan munten zouden verdwijnen bij hem. Ja, je had niet verwacht dat ze daar Roxanne zouden wegsturen? We hadden afgesproken dat ze die zouden houden. Nou, dan hebben ze zich niet aan hun afspraak gehouden. Nee, dat merk ik. Arme Rick. Thomas en Feride lijken het zonder hem samen helemaal voor elkaar te hebben. We blijven dus zitten tot de allerlaatste ronde. Ja. En die laatste ronde ga ik naar de andere kamer. Krijg ik 3. En jij krijgt 2 coins. Ja. Is goed. Vind je dat goed? Ik vind het goed. En dan heb ik de 2 coins, heb jij 3. Ja. Dan heb jij 1 coin. Ja. Spreek dat af. Ja? Ja. En vind je die 2 coins fair? Fair. Ja? Oké. De nacht is om. We starten nu met ronde 6. Waarom stuurt jou nou hier naartoe? Hey. Je hebt me genaaid. Maar waarom stuurt jullie zouden Roxanne hier een beurt houden. Wat zullen we doen? Stemmen mij weg. En dan de volgende ronde. 1 van jullie 2 blijft hier zitten en de ander gaat weg. Ja. Oké. Maar waarom gooi je met je notitieblok op de grond? Teken van teleurstelling. Ja, doe even rustig, jongen. Ik geniet het meest als ik zie dat andere mensen enorm zijn opgefokt en het er helemaal niet mee eens zijn. Dat vind ik heerlijk. Welkom back. Ja. Hallo. Welkom terug. Dankjewel. Voel je nog veilig hier? Hoe zitten we hier met z'n 5? Nou. Hoe bedoel je? Ja. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Heb jij afspraken gemaakt met mensen? Ja. Die hier zitten of die daar zitten? Hier. Die hier zitten? Ja. Aan Roxanne heeft Anna Maya in het geheim al bekend dat ze de dief is. En dat leverde G-coins op. Ik vond het wel leuk dat we gingen samenwerken, maar dat kwam alleen maar mij goed uit. En de rest was nog steeds in de gevarenzone, want we hadden geen duidelijke winnaar. Anna Maya ruikt haar kans om nog meer G-coins binnen te harken. Die kunnen van pas komen om mee te wheelen en dealen en bij een spel je kansen te verhogen. Let daarvoor straks maar op. Ik heb een deal. Oké, ik ga zeggen wat ik ben. Ja. Maar dan wil ik wel verzekering wat betreft de coins. Ik wil niet met lege handen zeggen, jongens,
ik ben dit en zoek het maar uit. Ja, maar jij heeft helemaal geen coins nodig. Jij gaat winnen. Ja, maar dat winnen. Is nu wel zo. Maar... Ze wilde zekerheid. Ja, ze wilde zekerheid hebben. Zeg maar. De verbannen spelers moeten nu naar niemandsland toe. Ik ga die kant op dan. Ik zie je weer. Zo, die neemt het wel persoonlijk. Ja. Jezus, een notitieblok op de grond gooien. Zo. Even normaal, zeg. Fabian gaat de grote stad uit. Hij hoopt er in de laatste ronde weer terug te keren als de diever is vertrokken. Maar hij wordt door Rick al snel uit de droom geholpen. Maar jij zit dus niet in het bondje daar. Jij bent dus echt bij Nee, ik ben er redelijk uitgetrapt. Volgens mij gaan ze het zo doen dat een van de twee wint. Ja. En die geeft de ander de Ring of Life, die erbij hoort. De nacht is om. We starten nu met ronde 7. Succes. 6 ronden gespeeld. Het is duidelijk dat dief Anamaya een enorm kapitaal bij elkaar heeft gejat. En dat de twee in de kleine stad nog altijd 10 goudstaven in hun bezit hebben. Hé. Hey. Nou. Ben ik weer. Jij Fabian, weer. We trappen niet in jouw trucjes hoor. Want we weten natuurlijk al lang dat je weet wie de dief is. Dat jullie een pact hebben gesloten en dat jullie de dief aan het einde hier naartoe sturen. Ja, maar jullie sturen mij weg en jullie hebben ook een pact. Dus misschien heb ik net wel een pact gemaakt. En was het niet zo handig om mij weg te sturen. Vorige keer heb ik me te veel laten meeslepen, nu volg ik mijn eigen plan. En ik zit hier samen met Faride. Ik weet dat of zij of ik kan gaan winnen. Maar snap je wel waarom voor het spel? Nee, ik had niet weggestuurd hoeven worden, volgens mij. Waarom heb je mij weggestuurd? Ik heb je weggestuurd omdat de... Nou, ik zou niet al te veel vertellen hierover, nee, want fair. Hij vertrouwt ons ook niet. Fair. Maar ja, hij weet meer en hij deelt het niet met ons. Ja. Dan hoeven wij ook onze strategie niet per se met jou te delen, Fabian. Ik vind jullie strategie best interessant. Leuk om dan gewoon de dief in de laatste beurt naar het kleine dorp te sturen. Enige ding is dat het kleine dorp waarschijnlijk wel de persoon met de meeste munten deze kant op stuurt. Dus winnen wordt het ook weer niet. Prima. Nee. Oh. Prima. Rick, prima. Ik volg me helemaal niet. Nou. Rick vecht voor zijn hachje. Hij probeert de dames in de grote stad mee te krijgen. Als hij weggestuurd wordt en in de kleine stad eindigt... met dief Anamaya en Feride of Thomas, wordt hij de verliezer. In de vierde nacht verbleef hij in de grote stad bij dief Anamaya... en dat kostte hem 1 goudstaaf. Zowel Feride als Thomas hebben er nog 10. Dus wie gaan we dus uitstemmen? Ik weer waarschijnlijk. Ja. Okay. Het wordt even spannend, maar bereid je erop voor. Ik heb het gevoel dat ik al mijn invloed op het spel ondertussen wel een beetje verloren ben. Het voelde toch een beetje alsof het hele spel 1 groot complot tegen mij was op dat moment. Iedereen was aan het winnen, behalve ik. De verbannen spelers moeten nu naar niemandsland. Nou ja, oké. Yo. Wat een toeval weer ook. Nou, toeval zou ik het niet noemen. Heb je nog iets te zeggen? Voor mij is een van ons twee een beetje de pneut. Dat denk ik dus ook, ja. Joop. De nacht is om. We starten nu ronde 8. De laatste ronde. Wat is de situatie? In de grote stad is het plan om dief Anamaya vanavond naar de kleine stad te sturen. De spelers die daar samen met haar eindigen, zitten in de verliezende stad... En degene met het minste goud wordt de verliezer van deze main match. Rick heeft minder goud dan Feride en Thomas en voelt de bui al hangen. Nou, ik had nog een geniale laatste poging gedaan, maar op weinig mate. Misschien is Rick dadelijk de klos. En misschien hebben ze in de grote stad iets over het hoofd gezien. Oh, maar wacht even. Kut. Wat? Nee, het is wordt niet nog 1 keer weggestuurd. Ja. De allerlaatste keer, dus we gaan ja, nu jou Ja, maar Rick kan dus... Dat is Rick verliest en Rick moet iemand kiezen. Ik twijfel een beetje wie ik moet uitdagen zo meteen. De verbannen spelers moeten nu naar niemandsland. De afspraak tussen Feride en Thomas stond al een aantal rondes. Thomas mag de kleine stad uit en kan zo dief Anamaya ontlopen. Thomas geeft Feride in ruil daarvoor 2 G-coins. Hi. Dief. Gewoon een burger. Ja, jij bent de dief, toch? Klopt, ja. Oké. Okay. Hallo? Jij bent de dief. Dat
tof. Moest jij zijn of twee anderen konden het zijn. Jullie hebben het echt goed gespeeld, ja, denk ik. En dan zit de laatste nacht erop. Bij het ochtendgloren ziet de uiteindelijke goudstand er als volgt uit. Nou, zullen we voor het gemak de kopjes er maar even bij laten zien? Oh nee, hallo. Wow. Ja, wat een verrassing, inderdaad. Goed gespeeld. Welkom. Hallo. Nou, daar ben je dan. Wat een surprise, zeg dat jij de... Nou. Ik heb geen idee hoe Annemaije dit gespeeld heeft als dief in de grote stad. Want ik ben er geen één keer bij geweest. Maar ik denk dat ze met elkaar in de grote stad een heel goed pact hebben gesloten. En dat ze een heel slim pact hebben gesloten. Oké, dan winnen we misschien niet. Maar iedereen van ons is veilig als we op het laatste moment de dief wegsturen. En dat vind ik heel slim. Ik zat gewoon prima in het schuitje in de grote stad. Dus ik zat wel goed. Ik kon lekker goudstaven scoren. De vier dames speelden op safe. Niet winnen, maar zeker ook niet verliezen. Maar hoe veilig is dat? Bij verliezer Rick hebben ze zich niet populair gemaakt. En hij moet straks iemand uitdagen voor de deathmatch. Thomas, jij bent de winnaar van Catch Me If You Can. Gefeliciteerd. Hij zat in de winnende stad en haalde daar de meeste goudstaven op. Hij ontvangt de Ring of Life. Rick, jij bent de verliezer. Jij zat in de verliezende stad en haalde daar de minste goudstaven op. Jij speelt de deathmatch. Annemaije, jij was de dief en hebt de meeste goudstaven en bent daardoor de medewinnaar. Jij ontvangt ook een Ring of Life. Iedereen in de winnende stad en dief Annemaije ontvangen 3 G-coins. Die worden bijgeschreven op het kaartje op hun borst. Rick, daag iemand uit voor de deathmatch. Ik zat een beetje te twijfelen tussen Nelke en Roxanne. Rick, wie wordt jouw tegenstander? Ik vind het erg moeilijk. Ben jij toch voor jou gaan, Roxanne? Ik snap eigenlijk niet helemaal waarom Rick mij heeft gekozen. Ik denk dat ik voor Roxanne toch wel minder bang ben dan voor de andere spelers. De deathmatch gaat beginnen. We spelen blind poker. In deze pokervariant krijgt de speler met de hoogste kaart alle ingezette fiches. Je gezicht in de plooi houden kan je aan de overwinning helpen. Onthoud dat. In blind poker worden 2 sets kaarten met de nummers 1 tot en met 10 gebruikt. Nadat de dealer geschud heeft, geeft hij de beide spelers een gesloten kaart. De spelers houden hun kaart voor hun voorhoofd, zodat je alleen de kaart van je tegenstander kan zien en niet je eigen kaart. Nu zetten jullie beide verplicht 1 fiche in. De eerste speler start met inzetten. De spelers gaan door met inzetten, wetende welke kaart hun tegenstander heeft. Er zijn 3 opties bij het inzetten. Ten eerste kan je evenveel fiches inzetten als je tegenstander. Dan is het inzetten voorbij en worden de kaarten onthuld. Daarnaast kan je je inzet ook verhogen. Dan gaat het inzetten door zonder de kaarten te onthullen. En als laatste kan je ook stoppen zonder in te zetten. In dat geval vind je tegenstander. Maar als de speler die stopt met inzetten de hoogst mogelijke kaart, dus een 10 had, betaalt die speler als straf 10 fiches. Wanneer een speler geen fiches meer heeft, verliest die speler het spel. Roxanne en Rick hebben nog even tijd om te overleggen en om te dealen met hun matties, want ze starten het spel zo met 15 fiches. Een beperkt aantal. Dat is echter uit te breiden. Voor iedere G-coin die je inlevert, krijg je 5 fiches. En als je het spel wint, worden de gekochte fiches weer omgezet in G-coins. Het loont dus om extra G-coins te verzamelen. Rick is niet meer zo populair, maar heeft Thomas mee weten te krijgen. En ga je jouw G-coin inzetten? Nou, dat sowieso, want ik ben hem sowieso kwijt. Ja. Ik zou er heel graag voor jou eentje willen lenen, maar als je daar heel enthousiast over bent... Natuurlijk het risico... In principe heb je er vandaag wel weer een hoop bij gekregen, ook omdat ik jou zo geholpen heb in dat spel. Ja. Het zou me wel heel veel vertrouwen in je geven in ieder geval. Dat snap ik. Ik denk als ik 1 extra munt heb, dat ik echt al die 10 verschil in kan boeken.
Wil je nog G-coins? Jij zat bij ons in het bondje, daar voelde ik me verantwoordelijk voor. Van mij krijg je sowieso twee. Twee, dus enjoy dat the is, ride, girl. Dankjewel. Ik kan natuurlijk wel beloven dat zij zet waarschijnlijk 4 munten in. Dat ik er volgens 3 aan je teruggeef. Als ik win, is het een leuke investering opeens. Dat snap ik. Ervan uitgaan dat ze er 4 inzet, valt er best wat munten te behalen. Ik denk dat jij een tactischer speler bent dan Roxanne in dit spel. Ik denk dat haar numerieke overwicht zo groot is dat ik het een risico vind. Ik geef je 3 munten terug, hè? Dat weet ik en dat ga ik meenemen in mijn overweging. Ja, ik weet niet hoeveel hij krijgt. Hij krijgt daar denk ik een hoog uit 1. Ik heb echt niet 1 muntje. Ik ben bang voor dat zij wel veel gaan geven aan haar. Gewoon om een echt een overwicht te geven en dat ze een afspraak maken. Dan win je waarschijnlijk en dan verdelen we al die munten weer terug. Ik denk dat ze het nog steeds niet vertellen. Ik denk dat ze te bang zijn dat al die munten... Rick en Roxanne, de voorbereiding is voorbij. Kom nu naar de gamezone. Nou weet ik niet precies wat ik moet doen. Moet ik hem helpen, moet ik hem niet helpen? De vorige keer heeft hij mij behoorlijk in de problemen gebracht. En ik vertrouw hem niet helemaal. Dus ik weet niet of ik hem wel zo graag wil helpen op dit moment. Ik weet genoeg. Ik wens je heel veel succes. Dank je. Hopelijk tot in de volgende ronde. Zie je daar. Of niet. Roxanne en Rick gaan op weg naar de speeltafel. Bij dealer Gina kunnen ze terecht voor extra fiches die ze tijdens het spel in kunnen zetten. Wil jij extra muntjes kopen met je G-coins? Ja. Hoeveel G-coins ga je inzetten? Heel veel. Ik ben benieuwd. Oef. Ja, dat zijn dus 4 van mij en 4 van vrienden. Wie gaat ze allemaal? Je gaat ze allemaal inzetten. Ja. 50 muntjes. 50 fiches krijg je ervoor. Voelt wel als een statement van de andere kandidaten dit. Ja. En dat ze hem eruit willen hebben. Wel zielig voor Rick nu. Hij is wel in een kutpositie. Ja. Heel zielig. Ik voel me bijna een beetje schuldig. Wil jij extra fiches kopen? Heel graag. 5 alsjeblieft. Oh, wat erg. Je hebt er geen 1 gekregen. Ik heb geen investeringen kunnen vinden. Ik voel me dan toch een beetje genaaid door de andere medespelers. Oh, waarom wilde Tomax niks geven dan? Hij ging ervan uit dat jij heel veel muntjes zou hebben en dat ik zou verliezen. Ja, maar hij had jou ook alle munten kunnen geven, toch? Oh, jongens, wil je het niet alvast opgeven? Nou, ik acht mijn kansen klein, maar... Je gaat wel spelen. Ik zou natuurlijk niet neergaan zonder een gevecht. Jullie mogen allebei eentje inzetten vast. Oh, dat moet alvast. Ja. Mag ze oppakken. Oké. Okay. Hoeveel ga je inzetten? 10 extra fiches in. Ja, hij legt 10 muntjes neer. Dus wat staat er dan in vredesnaam op mijn hoofd? Ja. Waarom zou je er 10 inzetten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Als ik er ook 10 inzet. Ik ook. Ja, oké, nu hoor je het nee. Waarom doen we dat niet gewoon? Nee. Dan is het snel rechtgetrokken, zo op deze manier. Ja, maar nee. 10 is echt heel veel. Ja, maar zo gaat het snel. Dus jullie mogelijk uit te zien. Ja, dit is niet handig, liefst hadden we uit. Je hebt er nu 10 bij. Jij wint. Top. Ja, dan baal je wel een beetje. Want ik help Rick gewoon zo weer terug de race in. Pak de kaart. Hoeveel ga je inzetten? 2. Ik blijf bij 2. Hij pakt het weer. Dit gaat niet goed. Mogen jullie zien. Rick wint.
Hier was ik dus al bang voor, hè. Hoeveel ga je inzetten? Zet er 5 in. Zet ik er 6 in. 5 munten inzetten met een 1? Niet heel erg slim waarschijnlijk als je dat zo terugziet. Ga ik eentje mee. En dan ook nog eens verhogen. Jullie mogen de kaarten zien. Ik zou mij vallen. Ietsjes terug. Ja, maar niet veel nog, hoor. Nee. Ga je gang. Rick zit in een lastige fase. Na een 1 heeft hij weer een lage kaart. 4. Roxanne heeft er 4 ingezet. Ik zet er een 6 in. Ja, misschien heb ik wel een 1. Maar ik weet het niet zeker, dus ik moet hier gewoon gebruik van maken. Dan zet ik er nog 3 in. Oh, slim. Dit is slim. Ja, dit is goed. Dat is goed. Ja. Zeker doen? Ja. Dan is het nu gelijk. Mogen jullie de kaarten zien? Roxanne heeft gewonnen. Krijg aan. 3? 9. Oh, dit kan slecht gaan. Oh. Dan staat Roxanne daar met een 9. Ik heb al niet zoveel munten meer. Dan moeten we toch een beetje veilig gaan spelen. Maar als Rick pas, is hij de lul. Ik ga niet verder inzetten. Hij gaat passen. Oh, hij past eigenlijk. Hij past. Ja. Oh. En dan hopen dat ik geen 10 op mijn hoofd heb. Mag je de kaart laten zien? 8. Mag je 10 fiches? Die pech heb ik weer, joh. Jeetje. Ongelooflijk. Het enige wat ik op inzette was dat dat niet gebeurde. Oei, oké. Oké. 3. Ik maak er 5 van. Dan maak ik hem gelijk. Ik dacht, nu komt het mijn kant weer op. Het is gelijk, mogelijk kaarten. Ach, ik heb ook echt geen geluk momenteel. Zelfs ik vind het doodeng en spannend. Dus ik weet niet eens wat jij deze doet. Blijven liggen. Rick vreest dat het einde voor hem nadert. Bij de start van de deathmatch kwam hij met grote passen terug. Grijpt hij nu een laatste strohalm? Een 8 voor Roxanne. Oei. Maar dat weten wij. 1. Dan maak ik hem gelijk. Klaar. Is niet klaar. Ik heb gewoon gewonnen. Is klaar. Nou, van harte. Oh. En goed gedaan. Ik ging. Zelfs, je hebt dat hele overschot niet eens nodig gehad. Je hebt me gewoon helemaal leeg gespeeld. Ik had gewoon gehoopt dat ze de munten niet wilden riskeren. Dat ze denken, nou, die Rick is zo goed in het spel. We gaan haar niet te veel munten meegeven, want straks zijn ze allemaal voor hem. Jeetje, maar wat goed. Ik vind het leuk dat ze het risico hebben genomen om weer zoveel munten te geven. Echt, ik ben helemaal aan het trillen. Ik vond het echt super eng eigenlijk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Balen. Ja, kut. Ja, ik had het geluk al niet heel erg in mijn voordeel. En dat gebeurde ook vervolgens niet echt. Jammer, Rick. Je had ook niet heel veel kansen. Ja. Het ging hard ineens. De Deathmatch heeft ook in deze aflevering voor 1 van jullie het lot bepaald. Voor iedereen die vandaag heeft overleefd, chapeau. Ik zie jullie volgende week terug in The Genius. Volgende week laat een wiskundige formule de hersens kraken van de spelers in een uitdagende nieuwe main match. Ook liefpas. Jezus, ik word zenuwachtig ineens. Ik zou het wel heel aardig vinden als ik ook 1 coin krijg. Oh maar mijn dat is god. Goed. NTR. Speciaal voor iedereen.